Koninklijke Visio. Deze beeldopname is ook goed te volgen als je alleen luistert. Scène 1, take 3. Actie! Actie. Ik ben Jelte. Ik ben 11 jaar. Ik vind freerunnen, voetballen en gamen leuk, maar ik vind het zwemmen het leukste. Je kunt je energie kwijt en dat is voor mij heel goed, want ik heb heel veel energie. Ik vind het ook gewoon leuk om te doen. Ik kan mijn vriendjes zien. Dus eigenlijk heeft het alles. Ik heb albinisme en daardoor heb ik weinig tot geen pigment en daardoor zie ik ook heel slecht. Bijvoorbeeld, ik zie wel een boom, maar ik zie geen bladeren. Nou, ik kan wel bijvoorbeeld fietsen, want de auto's hebben meestal wel lampen aan. En ik hoor het ook wel. Alleen met elektrische auto's is dat wel een beetje moeilijk. Eigenlijk kan ik gewoon alles met een beetje hulp. Jelte is heel sportief. Die is motorisch heel sterk. En om een sport te zoeken met je slechtziend kind is eerst wel eens een beetje spannend. Van wat ga je doen en wat ga je niet doen? Toen zijn we uitgekomen bij de zwemclub. Omdat hij zich heel vrij voelde in het zwembad. Dus was het ook duidelijk dat hij het heel erg leuk vond. Nou, Jelte had zich aangemeld om bij ons te komen trainen. En via contact met zijn moeder zijn we hem op de hoogte gesteld van Jelte's visuele beperking. Dat is ook iets waar we nog steeds wel een beetje zoeken in zijn als trainers. Is van hoe kunnen we Jelte het beste aanwijzingen geven om echt zijn zwemtechniek te verbeteren. Jelte oriënteert zich in het bad door de lijnen die er in het bad liggen. En daarnaast hebben wij allemaal lampen hangen. Hier bij de thuiswedstrijd kijk ik altijd naar de lampen in het plafond. Daar in de zijkant en dan in de voor- en achterkant. En dan weet ik dat ik bij de kant ben, dan draai ik me om en dan doe ik mijn kop door. Ga ik weer door. En bij een wedstrijd staat mijn moeder dan bij de vlaggetjes en die doet dan zo. En als ik die hand dan zie, dan weet ik dat ik bij de kantslag bij ben. De spanning is toegenomen. Mensen houden hun adem in. Ik heb al een paar wedstrijden gedaan. De laatste keer was het in Heerenveen, dacht ik. En dat was wel leuk, want toen heb ik de derde prijs gewonnen. Wat een race! Wat een ongelooflijk spannende race! Nou, Jelte wil natuurlijk net als alle andere jongens gewoon zelf naar het zwembad fietsen. Dat is eigenlijk wat hij wil. Die wil zich gewoon zelf redden. En als moeder was dat best wel even een dingetje, dat hij daar naartoe, zelf naartoe gaat. Want het verkeer, dat kun je niet sturen. Dus wat hebben we gedaan? We hebben contact opgenomen met Visio. En die hebben ons tips en trucs gegeven. Dat hij zelfstandig naar het zwembad kan fietsen. Toen is Rick bij mij geweest. Die heeft met mij de route bekeken en gefietst. Nu weet ik hem eigenlijk uit mijn hoofd. Nu fiets ik soms wel eens naar het zwembad toe. Nou, Jelte wil eigenlijk altijd alles zelf doen. Dus als tijdens de trainingen bijvoorbeeld ook andere attributen worden gebruikt en kinderen gaan dat dan wel zelf halen. En ik vroeg wel eens aan Jelte van, moet ik even paddles voor je halen? Maar dat wilde hij allemaal niet. Hij wil alles gewoon net als andere kinderen doen. Toen kwam hij terug met twee linker paddles. En toen mocht ik ook niet een rechter gaan halen voor hem. Want hij had deze gehaald, dus hier ging hij mee zwemmen. Dat typeert Jelte ook wel. Die wil alles zelf doen. Geen speciale behandeling, maar gewoon net als andere kinderen. Ja, ik zou mee willen geven dat de verenigingen, voor als er kinderen zijn die wat meer hulp nodig hebben qua visueel beperkt dat of iets anders. Dat je gewoon daar ruimte voor maakt en tijd voor vrij maakt. Zodat ook deze kinderen gewoon lekker kunnen sporten en ook hun energie kwijt kunnen. En wat ik ook gewoon fijn vind is dat we nu ook wedstrijden doen. Dus dat die kinderen ook gewoon weten waar gaan we voor trainen, hoe gaan we het oppakken. En dat ze ook gewoon met resultaat op het podium kunnen staan. Want dat is gewoon echt... Ja, dat is mooi. Oh man. Spetten.